Welkom bij Gelderland Helpt, met vandaag weer veel verschillende hulpvragen uit de hele provincie. Zo doet Arnhemse dakloze moeder Tonnie een oproep voor warme kleding in deze koude wintertijd. Zijn ze in Velp op zoek naar scheenbeschermers en in Epe staan ze te springen om jonge vrijwilligers. Maar nu eerst met een sneltreinvaart door naar Reden. Welkom in het nieuwe pand van Treinenclub Reden. Treinenclub Reden is een vereniging voor jong en oud. En we zijn nu druk bezig hier met de baan aan het opbouwen. Om daar te rangeren, een kopstation, straks berglandschap. Om het leuk te maken. Ik kan een stoomlocomotief even rond laten rijden. Hier word ik echt heel blij van. Vorige keer heb ik een oproep gedaan bij Gelderland Helpt. En daaruit heeft iemand mij benaderd voor een ruimte met 120 vierkante meter. En daar moest helaas wel het een aan opgeknapt worden. Het is niet echt warm hier als we hier zijn. Dus we moeten helaas met elektrische kacheltjes ons nog redden. Zoals je ziet, ik heb al hier de verwarmingsketel neergehangen, de afvoer. Alleen we missen nog stukjes buis naar de radiatoren die hieronder zitten. We zijn druk nog op zoek naar een gasleiding van 20 meter. En twee stukken 15 meter voor de warmwater en koudwater. Ik kan zelf de verwarmingsbehuizen en zo aansluiten. Alleen bij de gas zal toch iemand daar moeten helpen. Dus ben je in staat om de gasaansluiting aan te leggen? Of kun je de club helpen aan PVC-buizen, beugels of een gasbuis? Op GelderlandHelpt.nl vind je een overzicht van wat de treinclub zoekt. In Velp organiseert Stichting Alles voor Sport deze coronatijd iedere dag een sportuurtje voor jongeren tussen de 8 en de 17 jaar oud. Kinderen die zitten over het algemeen binnen, dan is het ook lekker als ze een keer een uurtje in de uitlaatklep hebben. En daarom zijn er tal van sporten die de kinderen kunnen uitoefenen. Voor de buitenactiviteiten hebben we voetbal, kickboksen, we hebben bootcamp, we hebben hockey, minitennis, archery tech, noem maar op. Ja, we willen graag door. Als je ziet wat een succes het is, dan denk ik dat we dit moeten blijven promoten. En natuurlijk willen we na de lockdown graag door. Maar goed, dat is allemaal mede afhankelijk van allerlei factoren. Om in ieder geval genoeg kinderen buiten te kunnen laten bewegen, is Stichting Alles voor Sport op zoek naar scheenbeschermers, zodat meer kinderen kunnen kickboksen. Kun jij ze hieraan helpen? Laat een bericht achter op GelderlandHelpt.nl. En daar vind je nog veel meer hulpvragen. Zo is René Hut op zoek naar dit peper- en zoutstel om zijn peper- en zoutstellenverzameling compleet te maken. Biedt Joker Geerts twee prothese badpakken aan en is Stichting Dierenambulance Doetinchem-Winterswijk op zoek naar nieuwe chauffeurs om dieren in nood te kunnen helpen. Welkom bij Veluws Museum Hagedoorns Plaatsen. We staan nu op de deel van onze oude boerderij uit 1715. Bij Veluws Museum Hagedoorns Plaatsen laten we zien hoe een boerderij eruit zag rond 1900. En hoe het boerenleven was in die tijd. Dus we hebben hier geen koeien staan, maar je ziet wel een beetje hoe zag dat eruit. De stallen, de spullen die mensen gebruikten, de gereedschappen. En we hebben de kamers hiernaast, een soort pronkkamer. Dus heel mooi en netjes hoe dat eruit zag voor een boer die ook nog een beetje geld had. Ja, we zitten hier eigenlijk in de woonkamer van de boer. En hier kwamen ze niet heel veel, want er moest natuurlijk vooral gewerkt worden op de boerderij. Maar hier kon je zitten, een kopje koffie drinken. Maar verder zie je eigenlijk, zoals achter mij, dat er in de woonkamer ook geslapen werd. En er een bedstee. En dat is natuurlijk totaal anders dan wat wij tegenwoordig hebben. En, en ook bijvoorbeeld voor dit soort klusjes, weet je, er zijn ook pas wel jonge gasten die het leuk vinden om te doen. Naast de boerderij hebben we ook een nieuw gedeelte eigenlijk, de kapschuur, een nieuw gebouw waar we een museumwinkel hebben en een prachtige tentoonstellingsruimte met wisselexposities. En op dit moment hebben we een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog en volgend jaar dan wisselen we en dan krijgen we weer een andere tentoonstelling. En onze vrijwilligers helpen daar met name bij.
toen de bevrijding in zicht was, wilden ze toch wel een feestelijke rok. En over een bestaande rok hebben ze allerlei stukjes wat vrolijk was er aangezet. En dan onderaan toch wel het oranje van Nederland. En bovenin het rood-wit-blauw. Ik ging met pensioen en toch wilde ik wel een leuke invulling hebben van de rest van mijn leven. Of een deel althans van mijn leven. En er kwamen wat dingen voorbij. En ook het museum, het heeft me altijd wel getrokken. Veel mogelijkheden om dingen te doen waar je zin in hebt. Of wat je kunt. We willen heel graag jongere vrijwilligers. De gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers is, laten we zeggen, zo rond de 65, 70. En het is gewoon goed om een beetje jong bloed erin te brengen. Sowieso omdat het gewoon gezellig is. Want het is een hele gezellige, leuke club. Ja, ik vind het prima om met jongere mensen samen te werken. En ik kan ook met oudere mensen samenwerken. Maar met de jongeren, ja, dat vind ik wel heel leuk. Ja, juist, want het is ook heel fijn om de jongeren die er komen, dat ze zich kunnen spiegelen aan degene die er ook bezig zijn en die er actief zijn. Dus ja, dat hopen we tenminste, dat ook de jongere mensen weer eens eventjes een kijkje komen nemen in ons leuke museum. Ik ben wel een van de jongeren, ja. En zo jong ben ik niet. Dus het is echt belangrijk dat we jonge vrijwilligers krijgen. En ook omdat je gewoon wil aansluiten bij de nieuwe generatie. En wat kun je die vertellen? Wat vinden zij leuk om te horen? En hoe vertel je dat dan? Het is leuk, sowieso als je achter de schermen mag meekijken. En het wordt nog leuker als je mag gaan denken van hoe kunnen we het dan minder suffig maken, zodat jouw generatie, je jongeren, het leuk vinden om te doen. Dus ben je een enthousiaste knul of deerne en wil je Veluws Museum Hagedoornse Plaats in Epe tot een nog leuker museum maken? Ga dan naar gelderlandhelpt.nl en meld je aan. Afgelopen najaar deed oud-topatleet Dennis Licht bij Gelderland Helpt een oproep voor nieuwe ongeoefende hardlopers. Uit de reacties vormde Dennis zijn team. En ondanks dat de midwintermarathon niet door kon gaan, hebben de deelnemers dit weekend toch de 8 kilometer gelopen. Ik moet eigenlijk zeggen dat ik het een ontzettend ongelooflijk bijzondere prestatie vind. En het bijzondere is dat mensen toch de wedstrijdspanning wel ervaren om op deze dag waar ze 100 dagen lang voor hebben voorbereid, op het juiste moment te kunnen presteren. Een van de deelnemers was onze eigen radiopresentatrice Sandra Rakier, die na maanden van trainen de 8 kilometer goed volbracht heeft. Super toch? Wat een paar maanden geleden nog ondenkbaar was, ja, dat hebben we dan vandaag gewoon gefixt. 8 kilometer gelopen en iedereen is er goed uitgekomen. En op naar de volgende zou ik zeggen. Ook de hulpvraag van Valentijn is opgelost. 37 jaar geleden is hij geboren met het syndroom van Down en is slechthorend. Toen hij klein was, kreeg hij een cassetterecorder waarmee hij zijn favoriete muziek mee kon afspelen. Tot groot verdriet van Valentijn ging het apparaat kapot en miste hij zijn liedjes. Na een oproep van moeder Andrea op Radio Gelderland voor een soortgelijke cassetterecorder reageerde meneer Wissink uit Loenen, die ervoor zorgde dat de recorder weer gemaakt is. Ja. Valentijn kan dus weer genieten van zijn muziek met zijn recorder en is er heel erg blij mee. Dakloze moeder Tony biedt iedere zondag een plek voor de dak- en thuislozen van Arnhem. En zeker in deze wintertijd is dat hard nodig. Ja, of het nou wel of niet koud is, ze kunnen altijd terecht. Niet alleen warmte van de kachel en van 10 uur 5, 6 warme maaltijd. Maar warmte ook, gewoon warmte vanuit je hart en de liefde die ze nodig hebben. Ik ben zelf vroeger ook 15 jaar verslaafd geweest, dus ik ben één van hun geweest. Dus ik heb de klok horen luien, maar ik weet ook waar ik leven lang. Ik doe dit werk al 37 jaar vanuit mijn hart. Ik ben vroeger zelf de wondeling gelegd enzovoort. Maar het hoeft ik me niet te vertellen. Nou. Dus ik geef graag liefde weg wat ik zelf gemist heb. En op de zondagen is het eigenlijk altijd heel gezellig bij Tony. Ook Robin komt hier graag. Omdat ik thuisloos ben. En omdat ik alleen ben. En ik hier gezellig met andere thuislozen kan eten en gezelligheid kan doorbrengen. Maar het leven van Robin en de andere dak- en thuislozen is niet altijd makkelijk. Barre omstandigheden, maar het is niet anders.
Gelukkig is de voorstregeling ook van start. Dan mogen we eerder bij instanties naar binnen. En er is ook meer plek. Ja, ik heb wel een jas, gelukkig wel. Gelukkig wel. Ik heb nog mijn vest, maar eronder heb ik gewoon een t-shirtje. Dus geen handschoenen, geen sjaal. En om iets warmer door deze winterse dagen door te komen, zijn Robin en de andere mannen op zoek naar extra kleding. Sokken. Misschien een jas. Sjaal. Handschoenen en zo. Dat zullen we voornamelijk nou wel nodig hebben. Heeft u nog een jas, een trui, handschoenen, sjaals of mutsen liggen? U kunt het aanstaande zondag komen brengen bij Tony aan de Beekstraat in Arnhem. Of kijk voor meer informatie op gelderlandhelpt.nl. Dit was hem weer voor deze week. Kijk voor alle hulpvragen van onder andere de Treinclub uit Reden en het Boerderijmuseum Hagedoornsplaatsen op onze site. Of heb je zelf een hulpvraag? Ook dan kun je terecht op gelderlandhelpt.nl. Bedankt voor het kijken.